De Held, de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Hoofdrolspeelster Monique Hendricks maakt zich op voor haar grote première. En ik mag mee. Hey. Hoi. Hallo. Monique, hey. Kom binnen. Ja. Zijn je kalfjes thuis? Daar staan ze. Maar hier staan ze. Ja, wauw. En misschien een vijfde. Ja. Die zijn wel heel mooi. Ze zijn gewoon zwaar. Ja. En een mooi beeldje. Mooie vorm. Deze is van... Wacht even, hoor. Ik moet mijn leesbril erbij opzetten. Voor het zuiden. We moeten gaan, hè? Ja. Ik moet je chauffeurs nooit laten wachten. Ik had zo. Hoe vaak heb jij dit al meegemaakt? Ik heb nog nooit de hoofdrol gespeeld in een openingsfilm. Dat is ook... Dat is nieuw? Dat is nieuw voor mij. Oké. Okay. Weet je, ik vind het heel erg leuk om te spelen. Maar ik vind het minder leuk om naar mezelf te kijken. Dus daar zie ik dan al een beetje tegenop. Op zo'n openingsavond zitten er heel veel filmmakers tussen. Dus ik hoop dat ze niet zo achterover gaan leunen van... Nou, kom maar op met die openingsfilm. Ja. Want dat is niet zo... Ja, dan ben je gewoon bang voor de meningen van andere mensen. Wat ik heel mooi vind aan de film, of wat heel leuk was om te doen, is dat er hele lange scènes in zitten. Echt, ja. Maar echt van 8-9 minuten. Dat is heel zeldzaam voor acteurs. Meestal wordt het gewoon geknipt en geplakt. En zij volgen mij dan zo naar binnen in dat huis. En dan zie je dat hele huis. En daar ben ik heel lang niet geweest als personage. Maar dat was dus een heel lang shot van 9 minuten. Dus een klein toneelstukje in een film. Ja. En dat is als acteur heel erg leuk om te doen. Wat heb je daar nou allemaal aan je oren hangen? Allemaal ringen en slingers en knoppen. Dat is mooi. Dat is de mode nu ook. Hé, mam. Hé, schat. Hé. Wauw, je bent afgevallen, zeg. Dank je. Oh, je wordt steeds knapper. Ik ben geen method actress in de zin van dat ik zeg maar eigen emoties uit mijn eigen leven tussen mij en mijn tegenspeler inzet. Nee. Maar je weet wel waar die emoties zitten in je lichaam. Dus ik maak het wel fysiek van mezelf eigenlijk. Ja. Dus ik heb soms wel... Ik heb niet dat ik emotioneel meeneem naar huis. Want dan word je gek volgens mij als acteur. Maar wel dat ik soms... Als ik bijvoorbeeld Pinoza heb gedraaid... Dat ik dan zo echt zo met zulke schouders thuis kom. Dat ik denk, ja, ontspan nou eens een keer. Maar die vrouw moet de hele tijd... Snap je? Ja. Alles hangt af van wat je nu doet. Spannend, hè? Kom op. Wat was de uitdaging om het te spelen? Wat ik een uitdaging vond in het script is de relatie tussen mij en mijn zoon. En die is nogal symbiotisch. Zij is heel bang om hem los te laten. Dat vond ik wel heel mooi om te spelen. Omdat zij zo bang is om hem los te laten. Dat ze er eigenlijk veel te veel bovenop zit. Bijna hysterisch bovenop zit. Terwijl je denkt, laat die jongen gewoon. Ook als je het ziet, denk je, benauwend. Ja. Zeg alsjeblieft iets tegen me. Je hebt de hele vlucht niks gezegd. Praat met me. Ik heb er nog nooit meegemaakt, zo'n première. Nee? Nee, dus ik vind het echt heel spannend. Je moet zorgen dat je strikje van je smoking niet te strak zit. Oh. Dat hoor ik wel eens van mannen die smoking aan hebben, dat niet lekker zit. Ik heb wel een hele mooie jurk, maar ik heb alleen mijn ondergoed is nog een beetje... Tot aan ondergoed wordt er over nagedacht. Ja. Heb ik ook gedaan, hoor, eerlijk. Ja. Ja. Ik heb mijn Superman onderbroek aan. Ja. Dat doe ik als ik iets spannends ga doen, ja. Oh. Echt waar? Ja, want dit is mijn eerste item voor het festival. Mag ik die dan ook zien? Ja, tuurlijk. Oh. Goed. Ja. Ik kom hier gewoon met een camera binnen denderen. Hi! Hey! Je bent dus op een knap, dus je hoeft. Ja. Hebben we er zin in? Hartstikke. Ja? Ja. Hey. Hey. Ik heb je maar even uit het oog verloren en ze zijn al bezig met je. Het valt me op dat je vaak de onafhankelijke, sterke vrouw speelt. Ja. Zien mensen je zo? Nee, blijkbaar. Ja.
Ik bluf me er ook maar doorheen. Ik sta wel met twee benen op de grond, ja. In het echte leven zijn jullie dikke vriendinnen, toch? We hebben heel veel avonturen meegemaakt. Ja? En dat schept een band. Stel eens. Meer zeg ik er niet over. Ja, hij zit iets te strak. Ik zei toch, je moet het strikje niet te strak doen. Nou, ik weet niet hoe dat los weer moet. Wauw. Oh, wow. Ja, ik had je nog beloofd om je iets te laten zien. Oh ja, wauw, je hebt hem echt aan. Kijk eens. Het ziet er heel raar uit natuurlijk. Ik wacht hier buiten. Zal ik hem optillen? Je moet wel het eten natuurlijk. Ja, dat is wel een uitdaging. Jij hebt het boek geschreven? Ja, dat klopt. Je hebt er eigenlijk verzonnen. Ja. Ziet ze eruit zoals jij het had verbeeld? Vanavond? Ja. Vanavond niet helemaal. Nee. Ze is helemaal een eigen Sarah geworden. We wachten op een seintje en dan mogen we de rode loper op. Heb je je poses al ingestudeerd? Wat is hem? En dan één hand laten hangen. Nee, één hand laten hangen, zegt de stylist. Geniet ervan. Dat is heel goed. Dankjewel. Wat een gek uit. Dit is de foto. Ik speel Superman.